Dag, even Ja, zoeken. Ah, goedemiddag. fijn. Ik zie je. Oké, goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik weet niet of iedereen mij hoort. Ja. Ja. Ik zie heel veel volk. Ik zie Wauw. dat de meesten staan op mute, maar Wim is gelukkig de spreekbuis. Voilà. Wim ken je wel van Ja, CCW? maar Stijn, die kunnen we zo verstaan. Als ik hard roep, dan hoort hij dat in Hasselt. Ja. Ja, dat is goed. Zeg, ja, goedemiddag, goedemorgen. Jullie hebben er al een sessie op zitten, als ik het goed begrepen heb. Georganiseerd door Martien, waarvoor dank. Martien, jij hoort mij, hè? Ik hoor u Dat is goed. Als ik iets fout en zeg, dan ja, grijp maar in dan, hè. Ik heb begrepen, dat vind ik heel tof, dat we een aantal mensen zien die mogelijk in 2021 geïnteresseerd zouden zijn in een nieuwe lezingenreeks. Ik weet niet of de meeste mensen dat weten, maar afgelopen jaren heb ik samen met Koorts en Martien en Sarah een heel fijn traject gedaan van een aantal lezingen. De bekendste daarvan, denk ik, waren Stijn en de Sterren. Dat vond ik altijd heel tof om te doen, vanuit mijn iets wat nerdische interesse voor astronomie. Ja, dat was een lezing van ongeveer 1,5 uur, waarin ik de mensen, dus leken, zowel jongere als oudere mensen, probeerde te fascineren voor het eigenaardige vak van sterrenkunde, astronomie. Dat is een beetje een rare kant van mij, maar dat zit er al in vanaf mijn tienertijd. Ik heb daar ook een canvasreeks voor gemaakt. Was heel tof om te doen, een boek over geschreven. En in zekere zin de fallout van al die interesses was dus een lezing, die heette Stijn en de Sterren. Ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Ik denk, Martien, in totaal meer dan 200. Dat Ja, was denk ik heel ook. tof. Daar zat heel veel humor in. Daar zat een tempo in, een bepaalde energie. En we hebben heel vaak gemerkt dat verenigingen, scholen en ja, aparte organisaties, dat die dat tof vonden en vaak ook meerdere keren geboekt hebben. Dus dat is een optie die eigenlijk blijft staan. Ik denk dat niemand er bezwaar tegen heeft. Allee, ik nog in het minst dat we die doen. Maar in het rare coronajaar hebben we eens nagedacht over mogelijke nieuwe onderwerpen. Sommige daarvan liggen dicht in de buurt. En we kwamen eigenlijk uit op 3 mogelijke lezingen, telkens 1,5 uur, telkens ook met visuals. Het is eigenlijk een heel simpel concept altijd. Ik ben die ene lezer. Enfin, ik noem dat altijd lezingen, dat is een beetje een raar woord. Het zijn eigenlijk voorstellingen, zou het bijna theater kunnen noemen. Maar ik werk vreemd genoeg met een heel ouderwets toestel. Dus niet met een PowerPoint, maar met zo'n oude overhead projector. Ik weet niet of je dat nog kent vroeger van op school. Alhoewel, ik zie aan de gezichten dat er een aantal mensen bij zijn die dat niet meer gaan kennen. Met een overhead projector vind ik nog altijd een geweldig machine. Als je zo voor jonge mensen bezig bent, dan zie je die kijken en dan denk je, tja, wat is dat? En dan zeg ik, dat is een heel dikke iPad. Wat in zekere zin ook is. Maar dus die lezingen doen we op een technisch heel knullige manier. Tenminste, dat lijkt zo. Maar gaandeweg wordt wel duidelijk dat dat allemaal zijn bedoeling heeft. Nu, ik ga heel kort houden, want ik weet dat jullie veel mensen zien en veel info te verwerken krijgen. Martien, ik ga heel even die 3 mogelijkheden opsommen, Ja. hè. Eentje speelt zich af niet in de astronomische sector. Die ga ik als laatste houden. Maar de 2 andere wel. En eentje daarvan kwam toevallig deze week of gisteren nog in het nieuws. Hij is eigenlijk voortdurend in het nieuws. Dat is een lezing over Elon Musk. Wie is die man? Zeer eigenaardig figuur. Controversieel tot en met. Doet bepaalde uitspraken die niet altijd goed vallen. Maar aan de andere kant ook een visionair ondernemer. Iets wat geheimzinnig. Sommigen zeggen zelfs op het randje van gevaarlijk. Maar wel iemand die mij al langer fascineert, Elon Musk. En niet alleen omwille van zijn Tesla-verhaal. Dat is maar één ding. En de manier waarop hij rijk geworden is, dat is nog een ander ding uit het verleden. Maar vooral wat hij nu aan het doen is met zijn SpaceX-organisatie. Aanvankelijk, een paar jaar geleden, werd dat een beetje meesmuilend beschouwd als de rare hobby van een rijke stinker uit Amerika.
En gaandeweg merken landen en grote organisaties, waaronder de NASA bijvoorbeeld, van shit, die mens, die meent dat. Die heeft echt een visionair idee over hoe de mensheid moet evolueren in de 21ste eeuw. Dus daar heb ik een lezing rond geschreven en bedacht. Die denk ik veel mensen kan interesseren, ook jonge mensen. Elon Musk is iemand die enorm tot de verbeelding spreekt. Eigenzinnig, raar, je weet niet goed wie hij is. En ik probeer te doorgronden wat dat zijn drijfveer is, zijn bedoeling en wat de komende plannen zijn met SpaceX. Daar hebben we een filmpje over gemaakt, daar is een tekst over gemaakt enzovoort. Die kunnen bij Koos allemaal opvragen. Dus dat is één. Twee is iets wat mij geweldig interesseert en aansluit bij Stijn en de Sterren. Voor alle duidelijkheid, Stijn en de Sterren is ook nog altijd een optie, hè? Uiteraard, met heel veel plezier. Die heet Goodbye Hubble and Welcome James Webb Space Telescope. Dat klinkt heel nerdish en heel technisch. Voor een klein deel is het dat ook. Maar dat is iets wat in astronomische kringen en ook bij amateurs enorm gevolgd wordt. Om een lang verhaal heel kort te houden. De afgelopen 25 jaar hing er een instrument in de ruimte, genaamd de Hubble Space Telescope. Het was ongeveer zo groot als een schoolbus. En dat was de grootste en tevens op dat moment enige telescoop die niet op de grond stond, maar die in de ruimte hing. En om een lang verhaal kort te maken, dat toestel heeft in een kwart eeuw tijd, het was overigens niet bedoeld om zo lang mee te gaan, het was eigenlijk bedoeld om een paar jaar te functioneren, maar het heeft veel langer geduurd, een onvoorstelbare schat aan informatie en nieuwe inzichten opgeleverd, waarmee de wetenschap nog decennia verder kan. Maar al heel lang, al ongeveer 10 jaar, staat zijn opvolger in de stijgers. Dat heet de James Webb Space Telescope. En die is nog veel straffer. Veel groter, veel krachtiger, kan veel meer, is nieuwe technologie. En wat je moet je dan voorstellen, dat de Hubble is gebaseerd op bijvoorbeeld technologie van bijna 30 jaar geleden. Dat is natuurlijk is heel lang geleden. En is eigenlijk verouderd, maar werkt nog steeds. Komt binnenkort terug naar de aarde, zal opbranden. Hè, zo gaat dat met dingen die terugkomen. En tegen dan is hopelijk de James Webb Space Telescope klaar. Die wordt dit jaar gelanceerd. Als alles goed gaat, want ik zeg er meteen bij, die heeft ongeveer 10 jaar achterstand. Kunt u dat bijna niet voorstellen, dat lijkt bijna op een Belgisch project. Heeft ongeveer zijn budget 3 keer overschreden. Dus er is heel veel commotie rond in Amerika. Maar uiteindelijk is alles goed gekomen en wordt dit jaar gelanceerd. Ik vertel er even bij, die James Webb Space Telescope. Hij ziet er heel raar uit. Zeer helemaal anders dan tot nu toe. Het heeft iets van science fiction. Je moet die foto's maar eens googlen, dat is iets heel apart. En vooral, het zou wel eens het eerste instrument kunnen zijn waarmee de mensheid letterlijk het ontstaan van het heelal kan fotograferen. Dat is veel te technisch om nu in 1 minuut uit te leggen. De Hubble slaagde daar nog net niet in. Die kon heel ver terugkijken in de tijd. Tenminste, ik wil even verduidelijken. Als je in de ruimte met een telescoop kijkt, kijk je letterlijk terug in de tijd. Tijd is afstand. Als je met je blote oog 's avonds naar de maan kijkt, dan kijk je ongeveer 1 seconde terug in de tijd. Als je overdag naar de zon kijkt, kijk je 8 minuten terug in de tijd. En om dat even door te trekken, de James Webb Telescoop die is in staat om 13,5 miljard jaar terug in de tijd te kijken. En dat is letterlijk het begin van de kosmos. Dus daar wordt ontzettend veel van verwacht. Daar kun je hele mooie visuals van tonen. Je kunt daar verhaal fascinerend brengen van, zijn wij nu, 2021, voor het eerst in staat om de oorsprong van alles visueel te maken? Kunnen we dat gaan zien? Wat kan die nog allemaal doen? Wat kan die opleveren? Kan die op zoek gaan naar buitenaards leven? Dat spreekt de mensen heel veel aan natuurlijk. Dus de James Webb Space Telescope, een eerbetoon aan de legendarische Hubble Space Telescope en een inkijk in zijn opvolger. Dat is eigenlijk de officiële titel van dat stuk. En dan hadden we nog een derde, en dat speelt zich helemaal niet af in de ruimte, maar absoluut op de grond. En zelfs in de natuur. En ik weet niet of er bij de mensen die nu aan het kijken zijn een aantal Limburgers zijn. Ja, Wim, dat weet ik. Daar zwaait nog iemand, links onderaan. En daarboven nog iemand, Silke Vliegen, inderdaad. Ja, ik zie niet iedereen tegelijk. Maar je zult de afgelopen jaren vast en zeker stukken gelezen hebben. En hier in deze provincie speelt dat enorm, dat verhaal. Over de terugkeer van de wolf.
En ik ben columnist voor het Belang van Limburg. Ik was daar vroeger journalist. Ik heb daar 12 jaar gewerkt. En wat blijkt nu al een paar jaar, de meest gelezen stukken, letterlijk iedere dag in de krant, zijn stukken over de wolf. Dat is iets heel raar. Blijkbaar fascineert de mensen dat enorm. Ik heb daar op verzoek van het Belang van Limburg in het begin van dit jaar, nog net voor corona, een 3-delige podcastreeks over gemaakt. In de ban van de wolf heette die. En die werd ontzettend druk beluisterd. Dat was een beetje een experiment. Ik weet nog dat de hoofdredactie van de krant zei, joh, is dat wel interessant genoeg voor een podcast? Wel, laat het ons proberen. En ontzettend veel mensen hebben die beluisterd. VRT en de Standaard hebben die ook overgenomen. En dat was heel fijn om te doen. En tijdens mijn interviews ter plekke met een aantal getuigen, maar ook met deskundigen en natuurkundigen en noem maar op, biologen bedoel ik, viel mij op hoe dat tot de verbeelding spreekt, dat verhaal van de wolf. Dat had bijna een sprookjesachtig, legendarische insteek. Veel mensen zijn ook tegen, voor alle duidelijkheid. Hè. Er is een echt anti-wolfkamp en er is een heel groot pro-wolfkamp. Dus de polarisatie rond dat dier is ontzettend. En om een lang verhaal ook weer kort te maken, iedereen is er ongeveer van overtuigd, de wolf is here to stay. En het is nu blijkbaar wachten op de opvolger van de wolf, namelijk de lynx. De lynx is ook opkomst. Ik zeg altijd een lynx in een rechtse samenleving, het zorgt voor evenwicht. Maar in ieder geval, daar is ook geweldig fijn materiaal over, visueel. Er zijn zelfs filmpjes, foto's en zo verder. Maar vooral mijn eigen interesse in, en ik ben absoluut geen bioloog, ben wel geïnteresseerd daarin, maar mijn eigen interesse had mij ertoe geleid om ook de wolf mee te nemen in het pakket van mogelijke lezingen. Dat is misschien iets wat in, ik zeg maar iets, West- of Oost-Vlaanderen minder speelt, omdat hij daar voorlopig nog niet voorkomt. Maar bijvoorbeeld Brabant, Limburg en Antwerpen is dat absoluut een verhaal de afgelopen 3-4 jaar. Ik neem aan dat iedereen het wel een beetje gevolgd heeft. En dat is eigenlijk zeer opmerkelijk. Dat wijst op een aantal dingen. De terugkeer van de wolf. Ik ben geen kenner. Maar wijst erop dat er iets aan het gebeuren is, toch wel met de natuur. Zelfs in een heel druk bevolkt land als België, waarvan iedereen zei, nee, dat is onmogelijk. Het zou wel eens kunnen dat er af en toe ene hier geraakt, maar dat is geen blijvend verhaal. Wel, steeds meer biologen zeggen, jawel, het is wel degelijk een blijvend verhaal. Er is een transitie aan de gang die ervoor zorgt dat bepaalde diersoorten die honderden jaren verdwenen waren, nu toch terug aan het komen zijn. Dus de wolf, onder andere ook de vos, die was er al lang, maar de lynx is nu ook op komst. En bepaalde mensen, vooral in jagerskringen, want polarisatie wordt daar heel fel gespeeld, zeggen, ja, als dat zo doorgaat, zit hij weer binnenkort met bruine beren. En waar houdt het dan op? Wel, dat is een heel interessant onderwerp. Dus ik heb de wolf meegepakt. In de ban van de wolf heet het een verhaal over de komst van het legendarische roofdier naar Vlaanderen. Dat zijn dus de 3 mogelijke lezingen die op dit moment in de stijger staan. En waar we dus een aantal organisaties aan het zoeken zijn die daar mogelijk in geïnteresseerd zijn. Als ik daar Stijn en de Sterren bij tel, dan zijn het er dus eigenlijk 4. Stijn en de Sterren is eentje die ik niet meer moet voorbereiden, die ik ken, die ik helemaal van buiten ken. Dat was ook altijd heel tof om te doen. Die andere 3 worden gemaakt bijna op verzoek, als ik het zo mag noemen. Als we merken dat er interesse is, dan zetten we die in gang. En ik doe dat met heel veel plezier. Vandaar, dat was een beetje mijn monoloog. Nog even heel praktisch. Zoals ik al zei, al die lezingen gebeuren eigenlijk super simpel. Namelijk ik met een microfoon en een scherm. En in sommige gevallen zal dat, van de meeste gevallen is dat dus mijn fameuze overhead projector. Bij de wolf denk ik dat ik filmpjes ga nodig hebben, maar dat lossen we dan wel op via de laptop en zo verder. Dus het is een, het zijn producties, dat is een groot woord natuurlijk, maar die op verschillende plekken kunnen plaatsvinden. Dat hoeft niet per se op een podium van een schouwburg of een cc, dat kan. Maar we hebben ook al gemerkt dat dat heel goed kan in, ik zeg maar iets, lokalen waar verenigingen samenkomen. Of parochiezalen. Ik vind dat trouwens, als ik even een
kleine openbaring mag doen. Ik vind dat vaak de leukste zalen om iets te doen. Allee, tenminste, zoals dit. In het begin zei Martien Nekels, ja, maar is dat wel iets voor dat parochiezaal van een of andere erfgoedvereniging? Absoluut wel. Ik weet niet hoe het komt, maar ik doe dat heel graag voor mensen die in een soort vereniging actief zijn. En ik heb ook gemerkt, hoe kleiner het dorp, hoe toffer. Waarmee niks gezegd is over Antwerpen en Gent. Hè. Maar dat is gewoon iets wat mij in de loop van 200 lezingen met Stijn en de Sterren, ik heb ook een hele reeks gedaan, maar dat was een opdracht van de provincie Limburg over Wereldoorlog 1. Dat waren er 80 of zoiets, geloof ik, Martien. Dat was ook heel tof, maar dat project ligt nu echt wel achter ons. Dus het gaat eigenlijk om deze vier die we aanbieden. Ja. Voilà. Als er nog vragen zijn, laat maar komen. Zijn, kunnen we ook iets vertellen over tirade? Want ja, dat is nu nog... Mm-hmm. Ja, dat is een beetje een tragisch verhaal. De vierde tirade-reeks, tirade voor alle duidelijkheid, is een ongeveer 100 minuten durende monoloog die ik 4 jaar geleden ben opgestart vanuit een oprechte verwondering, verbazing en ook wel af en toe boosheid over hoe dat het hier in ons land op politiek vlak loopt de afgelopen jaren. Maar niet enkel op politiek vlak, eigenlijk ook samenleving en dus ook over wie wij zelf zijn. Het is ook een soort reflectie naar wie zijn wij ten opzichte van politieke beslissingen en noem maar op. Dat was in het begin, 4 jaar geleden, een ongelooflijk akelig experiment van wat meent hij nu wel niet, wat gaat hij doen? Is dat comedy? Is dat... Nee, dat is comedy, maar het is geen moppetapperij. Helemaal niet. Het is een eindejaarsconferentie. Telkens op het einde van het jaar en het begin van volgend jaar. Waarbij ik terugkijk naar wat er gebeurd is. Maar met een ongelooflijke energie, drive, snelheid en humor. Wordt vaak heel fel gelachen. Het zit ook wel lekker in elkaar. Ik wil mezelf dat schouderklopje niet geven, maar ik voel wel dat dat iets is waar ik al lang naar streefde. Ik wou dat doen. En dat ging eigenlijk heel goed. En nu natuurlijk, we kennen allemaal het verhaal. Ik denk dat we 25 voorstellingen hebben moeten schrappen. Die nu letterlijk zouden beginnen, deze week. We waren volop bezig met de try-outs. We hadden er 8 of 9 gedaan en die ging heel goed. En dat lag dus stil. En we gaan er eentje doen. Tenminste eentje nu, op 26 december, tweede kerstavond, een livestreaming. Ja, dat is een ongelooflijk experiment. We worden daarin gesteund qua mediapartners door de persgroep. Er komen vanaf nu heel veel interviews. De zevende dag, Radio 1, Radio 2 en alle kranten gaan van alles doen. Dat is spannend, omdat ik besef van... Shit, een voorstelling doen zonder publiek, maar alleen tegen 3 camera's... naar een publiek dat thuis zit, dat is niet ideaal. Maar ik wil dat wel doen. Omdat natuurlijk 2020 een zeer raar jaar was. En met ontzettend veel materiaal. Ook heel grappig, vreemd genoeg. Maar om een lang verhaal opnieuw kort te maken, ik val in herhaling. Martien vroeg, ja, maar wacht even, als je dat doet, kunnen we toch niet proberen om volgend jaar die tirade 4 te herpakken? Maar dan wel voor een publiek met mooi decor, zoals we het altijd doen, in een mooie productie. Het is bijna theater in de zalen die we hebben. Dus vandaar dat we dat ook aanbieden. Dat is iets totaal anders. Tirade is een ander niveau, zal ik het zeggen. Allee, ik bedoel, niet inhoudelijk, maar dat is een andere approach, een andere productie. De lezingen zijn echt ik alleen. Ik kom ook niet met een technieker. Ik kom echt alleen af met mijn spullen en that's it. En een half uur later kunnen we beginnen. Tirade is natuurlijk een ander level, zeg maar. Dat is wel met techniekers, met decor, met belichting, noem maar op. Voilà, dat is eigenlijk mijn uitleg. Martien, had je daar nog iets aan toe te voegen? Nee, niet tirade. Ah ja, dan wil ik nog even zeggen, tirade 4 heet Belgarije. Al die tirades hebben een iets wat eigenaardige titel. En Belgarije, een verwijzing uiteraard naar een voormalig Oostblokland, waarvan we tot voor kort dachten, ho, als dat maar allemaal goed komt. Wel, ondertussen zijn we denk ik Bulgarije voorbijgestoken qua knulligheid. Dus ik vond dat op zich wel een interessante titel. Dat materiaal valt ook allemaal op te vragen bij Martien, qua promotie en zo verder. Vanaf morgen zijn er ook een aantal filmpjes online waarmee ik die livestream-tirade van 26 december aankondig. Die kunnen natuurlijk ook altijd gebruiken als je wil. Dus vandaar
dat we dit ook meepakken. Ik weet dat dat een hele boterham is. Nadruk ligt dus op 3 nieuwe lezingen. 1 bestaande lezing, die we met heel veel plezier blijven doen. We hebben trouwens gemerkt bij Stijn en de Sterren, dat vind ik altijd zelf heel raar, dat ik achteraf merk van, ja, maar jullie hebben die toch al gezien? Of mensen komen af en zeggen, ja, maar onze kleinkinderen nog niet. En die hebben we dan meegebracht. Dus dat is echt zoals dat vroeger bij Kuifjes albums was, van 7 tot 77. Voilà. Zijn er nog vragen, mensen? Ja, vraag. Normaal staat ik bij ons de 16e januari met Tirade 4. Mm-hmm. Als wij open mogen, dan kom jij. Ja, als wij open mogen wel, absoluut, met alle plezier, Wim. Ja. Ik bedoel, ik eerst en vooral moet ik hem sowieso terug oppikken voor die livestream. Ik doe deze week een paar try-outs. Ik durf ze zelfs zo niet te noemen, want het is gewoon bij vrienden thuis zonder volk. Normaal gezien zijn try-outs bij mensen die ik ken vaak in de huiskamer, maar met 30, 40 man. Ja, zelfs dat is niet mogelijk. Dus allee, ik moet hem terug oppikken waar hij geëindigd is. Mm-hmm. En na 26 december, als ik die livestream heb gedaan, ja, dan zit hij terug volledig in mijn hoofd. En die is klaar. Alleen, we kunnen niet spelen. Ja. Is heel frustrerend. Zeker omdat ik daar veel tijd in gestoken heb. Ik heb trouwens nog geen enkel jaar zoveel notities gemaakt doorheen het jaar als dit jaar. En ik had op een duur echt het gevoel van, ja, dit kunnen we 3 avonden naar elkaar doen en dan heb ik nog materiaal over. Dus allee, het zou gewoon heel jammer zijn om met dit hele speciale jaar 2020 niks te doen. Mm-hmm. En we hebben even overwogen van, kunnen we niet gewoon nu, oké, we moeten het stilleggen, kunnen we niet gewoon zeggen, we kopiëren het naar volgend jaar? Ja, maar je voelt dan toch afstand, hoe het ook draait of keert. En ik weet niet of sommigen van jullie een beetje vertrouwd zijn met de aloude eindejaarsconferenties, zoals die vooral in Nederland vroeger gedaan. Freek de Jonge, Theo Maassen nog steeds, met een grote held trouwens, uit Eindhoven. Dat is iets totaal anders dan wat wij in Vlaanderen onder comedy verstaan. Comedy is hier, met alle respect, want ik vind sommigen supergoed, maar dat is toch een soort moppetapperij. Dat is 75 minuten, langer niet, een aantal korte moppen vertellen en dan wordt... Tirade is totaal anders. Dat is een verhaal met een begin, een midden en een eind. Je zou dat bijna theater kunnen noemen, solo theater, maar vooral een eindejaarsoverzicht. What the fuck hebben we nu weer meegemaakt? En wat een rare, bijna surrealistische situaties, en zeker dit jaar, zijn er op ons afgekomen. Daar kun je als maker heel veel mee doen. En dus we waren eigenlijk helemaal klaar op een paar try-outs na. Ik heb ook gemerkt dat er bij die try-outs, we hebben er 9 gedaan tot nu toe, heel erg gelachen werd. En eigenlijk is dat lachen met je eigen ellende. Maar zo, inderdaad, mensen vergeten veel. Toevallig was 2020 een jaar waarin 2 grote verhalen samenkwamen. En die regeringsvorming, federaal, die weer ontzettend lang heeft geduurd. Daarover alleen kunnen we een hele avond grappig vertellen. En plotseling kwam daar corona bovenop. Dus je kreeg een soort versmelting van 2 situaties. Ja, dat is gevoelden is fressen voor een theatermaker. Ik ben al te lang aan het woord, mensen. Het is veel info, maar dit wou ik maar heel even meegeven. Ik zou zeggen, als... Volgend jaar dan die Tirade speelt, ga je die terug aanpassen met een heel jaar? Ja, uiteraard. Daar zijn we nog niet op. Wordt dat dan een Tirade 4 extended of is dat een Tirade 5? Dat ligt er een beetje aan wat er in 2021 gaat. Ik heb nu al goesting om een uur te vertellen over het gesukkel dat we met de vaccinatie gaan meemaken. Ik kan dat eigenlijk nu al in een gesloten envelop met een datum op voorspellen wat er gebeurt. En dat kunnen jullie ook. Dat alleen al gaat een bron van vermaak zijn en frustratie, uiteraard. Maar je kunt het zo zien afkomen. En ik hoop dat het allemaal goed komt. En ik hoop ook dat we over een jaar terugkijken op die rare periode als zijnde, what the fuck was dat? Maar ik ben er een klein beetje bang voor. En al zeker tot de zomer. Wat er daarna komt, weet niemand. Maar in ieder geval, het gegeven, het concept, die raden, of dat nu 1, 2, 3, 4 of 5 is, dat ga ik wel blijven ontwikkelen. Omdat ik heb in de loop van die 3 jaar gemerkt van hoe tof dat is om te doen. En hoe dat ook iets is wat mij heel fel dicht bij mij ligt. Ik was vroeger al als tiener heel grote fan van wat Freek de Jonge in Nederland deed. En ik dacht, shit, dat hebben we niet.
Dat hebben we echt niet. We hebben Michael van Peel. En die heeft dat heel fantastisch gedaan, met heel veel succes. En we hebben ja, af en toe een poging. Maar het is iets compleet anders. Het is geen een Alex Agnew, het is geen een Philippe Goebbels. Het is iets anders. En ik voel dat daar... Oh, allez, je kunt mij naïef noemen. Maar ik voel dat daar een soort behoefte aan is. Aan iemand die de zaak synthetiseert. En ik volg het ook. Ik ben een ex-journalist. Ik ben verslaafd aan nieuws, aan kranten, aan tijdschriften. Tot op het lachwekkende af. En tegelijkertijd denk ik, ik moet daar iets mee doen. Er is nog zoveel materiaal dat we niet gebruiken. En connecties leggen. Dat is misschien wel het grote verschil met andere comedyvoorstellingen. In comedyvoorstellingen worden vaak geen connecties gelegd. Er wordt geen synthese gemaakt. Je ziet humor, het is vaak enorm om te lachen en dat is goed. Maar at the end of the day, en dan niet zoiets van, where's the story? En dat heb ik altijd een beetje gemist. En dat proberen we met die raden wel te doen. Met vallen en opstaan. We zullen wel zien. Oké. Dat is heel duidelijk. Ik hoop eigenlijk dat er in 21 niets gebeurt, maar echt niet. Dat het, ik moet u teleurstellen, Martien, er gaat heel veel gebeuren. Super saai jaar eigenlijk. Ja. Maar de meeste mensen zullen dit wel willen. Goed. We zullen zien. Ja. Ik ben op mijn hoede. We hebben allemaal meegemaakt, en zeker in onze sector, wat dat er kan gebeuren met een vingerknip. Ik heb altijd bijna fascinerend gevonden hoe dat een virus dat op wereldschaal in een theelepeltje past, las ik in een wetenschappelijk tijdschrift. Iemand stelde zich de heel evidente vraag, ja, maar dat coronavirus dat nu overal zit, hoeveel is er daarvan in gewicht en volume? Dat bleek iets meer te zijn dan een theelepel. Dan denk ik, wauw, ik heb er bijna bewondering voor, hoe dat iets van een theelepel groot heel de 20e eeuwse beschaving in de kuiten kan bijten. Dat is geweldig. Maar daar kun je ook heel veel mee doen, met dat gegeven. Voilà. Maar ik hoop echt dat op een super saai jaar waar niets gebeurt en alles... Wow. Saai, ja, ik hoop het niet. We zullen zien. Ik hoop dat we elkaar terug zien en dat de podia terug open gaan en dat mensen terug binnen... Allee, ik bedoel, het is verschrikkelijk, ik moet het jullie niet vertellen. Het is vreselijk. Ik heb echt waar toen dat we... Dat is het laatste wat ik zeg. We gingen die livestream doen, dat was een idee wat we al een paar weken hadden. En toen nog met een klein publiek in de academiezaal in Sint-Truiden. Geweldige locatie trouwens. Voor, ik hoopte een klein publiek van 40 man om een soort feedback, klankbord te hebben. En sinds 3 weken weten we van, nee, vergeet het, er gaat 0 man zijn. Buiten de techniekers, de cameramensen en noem maar op. En toen heb ik toch ook even moeten slikken. Toen dacht ik, wacht even man. Dat is echt, ik kan mij dikwijls aanpassen. Ik ben heel snel in schakelen. Maar dat was voor mij bijna een stap te veel. Maar goed, we gaan het doen. Wie niet springt, ja, die weet niet wat er gebeurt vandaag. We gaan springen. Dat komt goed. Okay. Dankjewel, mensen. Okay. Salut. Tot de 16e. Ja, hopelijk. Dag Wim. Salut. Dag mensen. Ja. Bedankt hè, Martien. Dag. Dat is dag. Hey. Zeg ik nu nog iets over Hannelore Bedert, die hier eigenlijk zelf zou aan het woord zijn. Ik kan misschien nog iets vertellen over haar stuk. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, maar Hannelore heeft nogal veel onverwachte factoren in haar leven op dit moment, dus dat ging nu even niet. Maar ik zal het zelf nog even toelichten. Dus, zij heeft een eerste theaterstuk geschreven. Je weet ondertussen dat ze een hele carrière, denk ik, aan het uitbouwen is over op literair vlak. Dus er zijn een aantal boeken verschenen. Er is nu een novelle uit voor Te Hek. Dus al die zaken worden goed onthaald. Ze heeft echt wel een sterke pen. En haar eerste stuk heet Morgen zijn we allemaal terug. Dat is een stuk dat we spelen met Wouter Hendricks, Peter Gorissen en Inge Paulussen. Ondertussen hebben wij een premièreplek vastgelegd, dat is CC Berchem. We gaan daar in première eind februari en we spelen op dit moment 2 maanden. Ik heb dat redelijk beperkt gehouden, omdat ik weet hoe moeilijk het is om nog tussen al die verplaatsingen die jullie al moeten doen, om nog nieuwe dingen te zetten. Dat is niet evident, ik heb daar alle begrip voor. Aan de andere kant dacht ik van, kijk, dit is een topvrouw die heel veel pers houdt.
Dus dat stuk, dat zal ongetwijfeld enorm opgepikt worden door de pers. En ook voel ik wel hoe die tekst heel dicht bij haar situatie ligt. Hoe ze dat echt wel geschreven heeft vanuit hoe het leven nu eigenlijk voor haar is. Zonder dat dit een zeer letterlijke weerslag is. Het is absoluut niet letterlijk te nemen. Zij heeft daar een ander level aan gegeven. Maar dit gaat dus over een man die meer weet wie hij is. In de basis weet hij dat niet meer. Hij is ook niet meer in zijn gezin. Hij zit ergens anders. En zijn vader en zijn vrouw komen elke dag op bezoek. En elke dag moeten ze door die processie van zal hij ons herkennen? Zal er een flits zijn van herkenning? Of is er weer helemaal niets? En als die flits er dan is, is dat echt een gronde? Of is dat niet een gronde? En die titel kan je ook op verschillende manieren interpreteren. Want je voelt bij die vader en die vrouw dat er enorme wanhoop is van hoe lang houden we dit nog vol en willen we nog terugkomen? Gaan we morgen nog wel terugkomen? Er is wel één constante in het verhaal. Die man denkt elke dag dat hij de president is van Amerika en dat hij een speech moet houden. Dus elke dag probeert hij een speech in elkaar te steken en daarvoor zijn twee toehoorders zeer belangrijk om hem daarbij te helpen. Daar zitten zeker dingen in waar Hannelore nu in haar leven mee af te rekenen heeft. Hè. Maar dat is op een heel ander niveau gebracht. Het is heel mooi geschreven. Ik denk, we hebben een eerste lezing gehouden. We hebben daar geen woord aan veranderd. Dat is zo zeldzaam. Normaal gezien wordt 80% van de tekst geschrapt, is mijn ervaring. En door acteurs of vinden ze dat het anders moet verwoorden. Dus op dat vlak zijn we wel heel trots dat het er zo door geraakt. En de regie is in handen van Luc Nuyens. Dus ja, dat is iets wat we voorjaar 2022 plannen. En misschien komt ze later nog wel eens op een Zoom, maar vandaag ging dat echt niet. Voilà. Dat is zo wat alles wat we vandaag wilden zeggen. Ik ga nog aankondigen. Ik ga nog één Zoom doen. Als jullie nog niet beu zijn. Maar ik zou donderdag namiddag... Dat is dan de 17e. Om 14 uur ga ik nog één Zoom plannen. Maar dat is dan specifiek voor mensen die bezig zijn met kinder- en jongerentheater. Omdat wij een aantal jonge gezelschappen hebben. Onder andere DFT, die kennen jullie meestal wel. Maar ook Quinten van Eden, Paar Hazard en Charlotte de Groof. Die twee laatste zijn nieuw. En ik dacht dat het wel interessant kon zijn om hen zelf eens aan het woord te laten over waar ze mee bezig zijn, hoe je een stuk kan plaatsen, voor welke leeftijden dat is. Dus ik ga dat inplannen donderdag 17 december om 14 uur en de uitnodiging volgt. Dus als jullie daar interesse in hebben, dan graag. Voilà. En voor nu zou ik zeggen bedankt om te luisteren en tot ziens. Ik ga dit nog wel verspreiden, dus ik weet niet of mijn kop er dan alleen op staat en Arne en Stijn of jullie hoofdjes ook. Maar je ziet er allemaal zeer goed gecoiffeerd uit, dus dat is niet echt een probleem, denk ik. Tot ziens. Dag. Ja, bedankt. Dag.